Eenzelfde groep daders heeft vermoedelijk al 3 keer geldlopers in de regio Den Haag overvallen. En daarbij ook nietsvermoedende klanten, echt met de dood bedreigd. Goed georganiseerd, dus zou je denken, maar er gaat nogal wat mis voor die groep. En dat is alleen al te zien aan dit besmeurde geld. De eerste overval vindt plaats op 14 mei afgelopen jaar op het Parijsplein in Den Haag. Om 20:15 arriveert hier een waardetransport. Blijkbaar weten de overvallers precies wanneer ze moeten toeslaan. Een BMW parkeert op de stoep zodra de geldloper de supermarkt is ingegaan. Een paar seconden later stapt er een man in een regenpak uit met een grote tas in zijn hand. Ondertussen is de geldloper in de Albert Heijn bezig de ING-pinautomaat bij te vullen. De man verrast de geldloper in de Albert Heijn precies op het juiste moment. Namelijk wanneer de geldloper de lege geldcassettes wisselt voor volle. De overvaller bedreigt de geldloper met een vuurwapen. Hij gaat meteen op zijn buik liggen, zoals de procedure voorschrijft. Duidelijk niet iedereen heeft door wat er aan de hand is. De overvaller pakt de cassettes en verdwijnt weer, net zo snel als hij is gekomen. De overval duurt alles bij elkaar zo'n 20 seconden. Het lijkt een met militaire precisie uitgevoerde operatie. Maar toen de overvallers de geldcassettes openden, was de teleurstelling ongetwijfeld groot. In plaats van 2 volle, bleken ze 2 lege cassettes te hebben meegenomen. Nog geen 4 maanden later, op maandagochtend 9 september, slaan de overvallers opnieuw toe. Die ochtend, rond 9 uur, stopt op dit parkeerterrein aan de Dijkstraat in Honselersdijk een zwarte Seat Leon. De mannen in de Seat parkeren midden op de weg en moeten dan ook vrijwel meteen weer opzij als er een auto langs wil. Binnen in de Albert Heijn is een geldloper bezig de pinautomaat bij te vullen. Even later stappen er 2 mannen in regenpak uit. De chauffeur blijft in de auto wachten. Ook bij deze overval lijken de daders precies te weten wanneer ze moeten toeslaan. Binnen in een overvolle Albert Heijn bedreigen ze de medewerker van het waardetransportbedrijf. Zo'n 30 seconden later komen ze alweer naar buiten met 4 cassettes. Dit keer hebben ze de juiste cassettes meegenomen. De buit is dan ook aanzienlijk groter dan bij de eerste overval. Een van de klanten is zo dapper om achter de overvallers aan te rennen en hun vlucht te filmen. Bel de politie, bel de politie. Zwarte Seat is het. Ja. Ja, toch even complimenten voor die getuigen dat je zo snel je telefoon pakt en dan begint te filmen. Nou, we zagen het net als in Den Haag, wisten de daders ook hier in Honselersdijk precies op welke dag, hoe laat deze geldloper daar in de Albert Heijn zou zijn. En datzelfde geldt voor de derde overval die de groep pleegt. Op maandag 21 oktober verschijnt rond 20:15 een zwarte Volkswagen Golf op het parkeerterrein van de Albert Heijn in winkelcentrum De Stede in Den Haag. Op bewakingsbeelden is te zien dat er 3 mannen op verkenning uitgaan. Ze lopen een rondje, zodat ze zicht hebben op het arriveren van het waardetransport. Zodra de geldloper een half uur later in de Albert Heijn is, komen ook hier de overvallers in actie. Met z'n 2 gaan ze de winkel binnen en verrassen ze de medewerker van het waardetransportbedrijf. Maar hun timing is dit keer slecht. De overvallers arriveren te vroeg. Als ze aankomen heeft de geldloper de cassettes met geld nog niet uit de pinautomaat gehaald. De overvallers bedreigen de beveiliger. Hij moet hen helpen de cassettes uit de automaat te halen. Ook het personeel en het winkelend publiek worden onder schot gehouden. De man in de deuropening is bepaald niet bang uitgevallen. Maar omdat deze overval veel langer duurt dan de andere, komen er steeds meer nietsvermoedende klanten binnen. Het wordt de overvallers te heet onder de voeten. Maar in eerste instantie rennen ze voorbij hun eigen Golf, naar de plek waar de auto eerst stond. De chauffeur moet toeteren om de aandacht van de vluchtende overvallers te trekken. Dan kunnen ze er pas vandoor met de buit. Ja, meneer Gooijert, hier zien we nog de aftocht van die daders. Wel opvallend, 3 overvallen en 3 keer weten de daders eigenlijk vrij precies wanneer ze moesten toeslaan. Ja, daarom denken we ook dat de daders zijn getipt over de procedures en over de werkwijze. Ja, hoe dat precies heeft plaatsgevonden, dat weten we niet. En daarnaast denken we ook dat we te maken hebben met één dadergroep die werkte in wisselende mensen. samenstellingen inderdaad. Trouwens, we hebben ook allemaal de overeenkomsten gezien. Want bij die eerste twee overvallen worden regenpakken gedragen. Dat kan misschien ook wel eens een hele praktische reden hebben gehad. Ja, mogelijk is dat om zichzelf te beschermen voor het ontploffen van de verfpatronen. Wat verder heel erg opvallend is, is dat de overvallen steeds plaats hebben gevonden bij de tweede stop van de geldwagen. Rond de klok van 9 uur in de ochtend bij een van de filialen van de Albert Heijn in en rondom Den Haag. Wat verder is opgevallen is dat de daders ongeveer een half uur voor de geldwagen aankomen. In de buurt van waar de geldwagen moest zijn. En dat daarbij de daders de geldloper in observatie namen. U had het net al over verfpatronen die ontploffen als je zo'n cassette openmaakt. Voordat mensen denken dat het ook makkelijk is om zo'n geldcassette überhaupt in handen te krijgen, dat is niet zo. Nee, zeker niet. Een aantal leden van deze dadergroep moet echt technische kennis hebben. Je kunt niet zomaar die cassettes uit die pinautomaten halen. Daar heb je echt specifieke handelingen voor nodig. Ja, en die handelingen, dat wisten ze dus in ieder geval bij de overval op Albert Heijn in Honselersdijk. Daar hebben ze dus hier die cassettes gepakt. En dat geld daarin, dat is dus beveiligd. Zodra je zo'n cassette met geweld openmaakt, verspreidt zich een kleurstof over de biljetten. En we hebben hier in de studio een aantal van die biljetten. Die zijn namelijk inmiddels teruggevonden in gokkasten in de Schilderswijk in Den Haag. Inmiddels hebben banken ook diverse maatregelen genomen. Ze zijn ook heel alert als er wordt geprobeerd om met inktbesmeurd geld af te storten. Want meneer Gooit, kunnen die overvallers iets met dat besmeurde geld? Nou, als er te veel inkt op zit, natuurlijk niet. En dat was eigenlijk bij de grootste hoeveelheid van deze buiten het geval. Wel is er geprobeerd door de daders om geld wit te wassen. Dat deden ze om wat onbesmeurd geld af te storten via afstortautomaten. En dat geld kwam dan vervolgens terecht op rekeningen van zogenaamde geldezels. Dat zijn mensen die hun rekening beschikking stellen aan criminelen. En ook dat onderzoek loopt nog steeds. En het is wel even belangrijk, want we kunnen daar niet genoeg voor waarschuwen. Laat je alsjeblieft niet als geldezel gebruiken, want de pakkans is echt heel groot. Je krijgt een strafblad. En wat veel mensen niet weten, geldezels mogen 8 jaar lang geen bankrekening hebben. En dat betekent ook dat je geen producten bij een bank mag afnemen. Dus je krijgt geen hypotheek, geen lening. Nou, even terug naar dan echt deze specifieke overvallen op die geldlopers. In het onderzoek, en u stipt dat het eigenlijk al aan, zit eigenlijk heel veel schot. Ja, dat klopt. We hebben verschillende verdachten aangehouden die ook in het bezit waren van het besmeurde geld. Zo hebben we 2 verdachten aangehouden in de binnenstad van Den Haag. Vlakbij een shisha lounge met de naam Mystery Lounge. En daarnaast hebben we op 10 december een 29-jarige man aangehouden die bezig was met witwassen. Ja, we sluiten niet uit dat deze man ook betrokken is geweest bij een van de overvallen. Of misschien wel de overvallers kende. Nou, dat onderzoek loopt nog steeds. Hij loopt op dit moment wel vrij, maar blijft wel verdacht in het onderzoek. Nou, u snapt het thuis. Die zaak is dus nog niet opgelost. En dan is er de hoofdofficier van Justitie in Den Haag een beloning uitgeloofd van €10.000 voor de tip die gaat leiden naar deze overvallers. Ja, inderdaad. We horen natuurlijk graag of de mensen iets meer weten of meer informatie hebben over deze hele dadergroep. Die zouden natuurlijk heel graag in beeld willen krijgen. De dadergroep heeft behoorlijk wat sporen achtergelaten, met name over de auto's die ze hebben gebruikt bij de overvallen. De eerste auto die we op 14 mei zagen is een BMW 3 Sedan. Deze BMW werd ergens tussen donderdag 9 mei om 3 uur in de middag en vrijdag 10 mei 10:30 in de ochtend gestolen vanaf de Hebronstraat in Rotterdam. Opvallend is dat deze BMW 1 week na de overval, in de nacht van 21 mei, nog over de Blaak in Rotterdam reed. Ja, als iemand weet waar deze auto nu is, het zou kunnen zijn dat er een ander kenteken op zit, dan horen we dat uiteraard graag. Dus is die auto gezien? Tip alstublieft dan de tweede auto die is gebruikt. Dat is een zwarte Seat Leon. Die Seat Leon is op 9 september gebruikt in Honselersdijk. Op de auto zat toen een vals kenteken, 99 ZGT6. Dit kenteken hoort eigenlijk thuis op een Mercedes die niets met de overval te maken heeft. De Seat is al veel eerder, op 19 februari 2018, gestolen in Kleef in Duitsland. Het originele kenteken was KLE NR199. Kort na de overval is deze auto in brand gestoken op de Gantelaan, ter hoogte van de Mariendijk in Honselersdijk. Een getuige heeft gezien dat de overvallers vanaf daar zijn overgestapt in een wit bestelbusje. Vlak bij de uitgebrande auto is een flesje aangetroffen waarin benzine zat. Daarmee is de Seat mogelijk in brand gestoken. Er zijn sporen op aangetroffen die naar het NFI zijn gestuurd voor DNA-onderzoek. Ook zijn er sporen aangetroffen van de verf waarmee het gestolen geld is besmeurd. We hebben nog meer aanknopingspunten, want bij de meest recente overval op 21 oktober bij De Stede in Den Haag zagen we de daders met deze zwarte Golf. En die bleek weer op 7 oktober tussen middernacht en 7 uur 's ochtends gestolen te zijn vanaf de Nonnenweer in Werkendam. En we zien hier in beeld zo het originele kenteken dat er toen in ieder geval op zat. Ja, kort na de overval is hij aangetroffen op de Zuid-Woldenstraat in Den Haag met een vals kenteken. Onder deze kentekenplaat zat weer een ander vals kenteken. Die kentekens horen eigenlijk thuis op andere zwarte Volkswagens Golf die niets met de overval te maken hebben. Mogelijk dat mensen weten waar deze gestolen Golf tussen 7 en 21 oktober heeft gestaan. Ja, nou, overigens doet de politie uiteraard DNA-onderzoek op alle spullen die in die auto zijn gevonden en die niet van de echte eigenaar waren. En er zijn dus nog meer sporen, want de politie ontdekt dankzij bewakingsbeeld dat er nog een vierde auto bij de overvallen betrokken is. De BMW die gebruikt is bij de overval op de Albert Heijn aan het Parijsplein blijkt hier op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag een signaal te hebben gegeven aan de auto die achter hem reed. Het was een Renault Scenic die op het signaal reageert en hier parkeert. De politie heeft de beelden enorm moeten opblazen om het goed te kunnen zien. Een kwartier voor de overval arriveert de BMW op de Laan van Wateringse Veld. De bestuurder geeft hier met zijn knipperlicht een signaal aan. Na later blijkt een bordeauxrode Renault Scenic die achter de BMW aanrijdt. De chauffeur van de Scenic reageert meteen op het signaal en gaat op de parkeerplek staan. Even later komt de BMW terug en parkeert vlak voor de Scenic. Het is moeilijk te zien, aangezien de beelden sterk zijn ingezoomd, maar even later stapt iemand uit de Renault Scenic. Deze persoon loopt naar de BMW toe en stapt daarin. Kort nadat de persoon is ingestapt, rijdt de BMW in een rechte lijn door naar de Albert Heijn, zo'n 200 meter verderop, waar even later de overval plaatsvindt. Ja, we zien hier zo'n rode Scenic, die heeft dus waarschijnlijk ook een rol gespeeld. Ja, dat lijkt inderdaad het geval. 2 uur na de overval vertrok deze Renault via de Athene-singel. We roepen mensen dus ook op of ze deze auto in verband kunnen brengen met de overvallen. Nou, veel sporen. Ze staan allemaal op de site. Herkent u een van de auto's? Of weet u, vermoedt u wie er betrokken zijn bij deze overvallen? Waarbij dus ook echt klanten en personeel van Albert Heijn worden bedreigd. Tip alstublieft. En nog even ter herinnering, er is €10.000 beloning.